En dan gaan wij ondertussen door met onze verslaggever Frits Semmelkamp. Altijd in de buurt en onderweg. Die is op de voorschool. Zijn er al kindjes, Frits? Nou, als je het zo hoort, zou je denken van wel. Maar het gekakel om mij heen zijn allemaal ouders en docenten en belangrijke mensen. En een van die belangrijke mensen is ook de wethouder, Bouke Dirk Willems. Ga hem even opzoeken. Staat heel gewichtig in gesprek. Meneer de wethouder, mag ik u even storen? Ja, tuurlijk. Ja, we gaan, u gaat de school openen vanochtend. Ja, dat klopt. De eerste voorscholen in de gemeente Emmen worden vandaag in gebruik genomen. En ik ben er super trots op dat ik hier in Angerslo twee voorscholen mag openen voor de allerjongste kinderen. Ja, dat in de tijd dat scholen alleen maar sluiten. Ja, precies. Dus dat is, wij sluiten niet alleen maar scholen, hoor. We bouwen ook nog scholen. Nou, maar dit is even het protocol erbij pakken van hoe open je eigenlijk een school? Nee, dat valt mee. Maar dit is natuurlijk een hele bijzondere school. Want dit is een school voor hele jonge kinderen vanaf 2,5 jaar. Wij vinden ook dat kinderen vanaf 2,5 jaar, dat het heel normaal zou moeten zijn dat die ook naar school gaan. In dit geval 3 ochtenden per week. En dat gaan we doen in de gemeente Emmen. Ja, een voorschool. Gaan we even graven. Ik ben zelf van de periode dat ik naar de peuterspeelzaal ging. Is dit net zoiets? Dit is eigenlijk net zoiets, maar het is eigenlijk meer. Hè. Een voorschool maakt echt onderdeel uit van de basisschool. Wordt dus ook aangestuurd door de directeur van de basisschool. En ja, wij zeggen dan in de theorie, dat is een mooie doorgaande leerlijn. Maar het gaat er natuurlijk om dat kinderen op een fijne plek kunnen spelen. Met een leuke leerkracht, met mooi speelgoed. En ook van elkaar kunnen leren tijdens het spelen. Van wat gaan ze leren dan? Krijgen ze al echt vakken als Nederlands, biologie, dat soort dingen? Nee hoor, nee. Het is echt spelend leren. We proberen ook zoveel mogelijk ook buiten te spelen en met een zandbak en dat soort dingen. Maar goed, daar hoort ook bij boekjes voorlezen en ja, ontdekken wat taal is. En een leerrijke omgeving, daar spreken we dan van. Ja, en hoort dit, is dit een beetje een verlengstuk van het continu rooster wat steeds meer scholen invoeren? Dat kinderen echt van 's ochtends 7 tot 's avonds 7 bijna op school kunnen zitten? Nee, dat heeft er niets mee te maken. Dat is een hele andere ontwikkeling, namelijk dat kinderen eerder beginnen en dan 's middags vrij zijn. Hier gaat het erom dat dat het nu nog steeds niet normaal is, dat kinderen vanaf 2,5 jaar gratis naar school kunnen. Vanaf 4 jaar vinden we dat allemaal al wel normaal, dat kinderen gewoon naar de basisschool kunnen. Maar vanaf 2,5 jaar vinden we nog steeds dat ouders daarvoor moeten betalen. En wij streven ernaar om dat gratis toegankelijk te maken voor alle kinderen. En we willen dus graag een ontwikkelrecht, zoals we dat dan zo mooi noemen, voor alle kinderen. Ja, ik heb net al verder van de crash binnen. Dat kost een paar centen. Wat gaat u doen? Zo meteen een boekje voorlezen, een lintje knippen? Nou, ik heb begrepen dat ik op een kistje moet staan om aan kinderen uit te leggen wat de voorschoolsontwikkeling is in het beleid van de gemeente in 2 minuten. Maar ik denk dat ik dat maar vertaal in woorden die kinderen van 2,5 ook snappen. Dus, en dan gaan we de school openen door een groot stuk papier te rennen. Nou, dat lijkt me fantastisch. En een wethouder achter is wel gewend op een zeepkist te staan volgens mij. Komt helemaal goed straks. En dat is in Emmen dus de opening van de voorschool. En onze collega Frits Emmelkamp is daarbij. Dan is het bijna... Nou, we gaan al tegen 9 uur aan. We gaan gewoon snel naar Frits Emmelkamp. Die is in Emmen bij de opening van een nieuwe school. Maar niet zomaar een school. Altijd in de buurt en onderweg. Een speciale school voor kleuters. En dat is niet kleuterschool De Hummelstee in Tinalo waar ik vroeger zat, zou ik maar zeggen. Sst, Marjan, je stoort. Oh. Je stoort. Puk is het verhaal aan het vertellen. Dan moet je niet dwars doorheen praten. Ik zit op basisschool Angerslo, in Angerslo bij Emmen. Ja, samen met juf Tanja zitten we even te kijken. Puk is een verhaal aan het vertellen, zeg ik. Maar Puk is toch gewoon een pop? Ja, Puk is wel een pop. Hij is het vriendje van de klas. En als kinderen angst hebben om met die juf te praten, kunnen ze via Puk met ons praten. Een soort vertrouwenspersoon. Ja, absoluut. Absoluut, ja. Ja, een voorschool. Vanochtend is die geopend. Vorige week zijn jullie al een beetje begonnen. Een beetje een speelzaal, hè? Dat mogen we het wel samenvatten. Ja, dat klopt. Het is een speelzaal op spelen manier leren. Wat zijn we vanochtend aan het doen? Van Puk, die zit in de groep, die is nu bezig. Maar wat doen jullie de rest van de dag? We beginnen altijd met vrij spelen, met de inloop, dat iedereen binnen is. Daarna gaan we starten in een kring. Dan wordt er een hulpje gekozen, worden namen gelezen van wie er allemaal zijn. En dan wordt er een hulpje gekozen en die mag met Puk samen de hele ochtend de juf helpen.
Nou is de leerplicht vanaf 4, 5 jaar, geloof ik. Ja. Deze kinderen zijn wel een stuk jonger nog. Ja, klopt. Vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig. En bij ons op een peuterspeelzaal komen ze vanaf 2,5 jaar als er een plekje is. En dan blijven ze tot 4 jaar. En soms kan het nog zijn dat er een verlenging is wegens omstandigheden. Nou, mocht u nou denken dat de kinderen zonder toezicht zitten omdat ik met juf Tanja sta te kletsen, dat is niet waar, hè? Nee, mijn collega Renate is samen met Puk de kinderen aan het begeleiden met het spel. Het is een nieuw spel wat we hebben gekregen. Iets met magneten, zijn ze aan het bouwen. Nou, u kunt ze horen lachen. Het ziet er heel ingenieus uit, maar het gaat nog niet helemaal goed volgens mij. Nee, maar spelende wijd leren ze het wel. Komt goed. Hoe belangrijk is zo'n voorschool? Je zou toch zeggen, gewoon lekker thuis bij papa en mama, dat is toch ook fijn? Dat ben ik ook mee eens. Maar het spelen op de peuterspeelzaal, dus toch leren samenspelen, leren op je stoel zitten, leren delen, leren de kleuren, de vormen. Ja, je gaat toch uitgebreiden met de kinderen dingetjes doen. Sociale vaardigheden, je moet dingen delen, zie ik. Ja, absoluut. Delen is wel heel belangrijk. Lief zijn voor elkaar, respect vind ik toch wel het belangrijkste wat ik. En hoe belangrijk is die rol van Puk dan, van die pop in de klas? Nou ja, heel belangrijk. Sommige kinderen die nieuw binnenkomen, vinden het heel eng. Ze komen in één keer bij 2 volwassenen juf die ze niet kennen. En dan ook nog met 16 kinderen. Dan is een vertrouwenspersoon wel heel belangrijk om rust te creëren en vertrouwen van het kind. Ja, ze zijn nu met z'n 5, maar normaal zijn ze met meer. 16. Dat is een aardige klas. Het is aardig veel, maar wel heel gezellig. En ze leren van elkaar heel veel. De ouderen van de jongeren, maar de jongeren ook soms van de ouderen. Waar zijn jullie deze week mee bezig? Of jullie werken met themaweken? Wat is het thema van deze week? Het thema van deze week is reuzen en kabouters en onze lampion. Oh ja, de 11 november staat voor de deur natuurlijk. Ja, klopt. Ja. We zijn nou een lampion aan het maken van een paddenstoel. En Puk, maakt hij ook een lampion? Nee, Puk maakt op dit moment geen lampion. Nee, die gaat niet langs de deuren? Nee, hij gaat wel met ons mee langs school. Oh ja, dat is ook belangrijk. Ja. Nou, vanochtend drukte met de opening. Is de rust een beetje weergekeerd? Jawel. Dat moet nog even een beetje slijten, maar jawel. Komt goed. Nou, ik zal ze niet verder de stuip op het lijf jagen dan. Nee, dat komt wel goed, nee. De voorschool in Angerslo in Emmen is vanaf vandaag officieel geopend. Vorige week zijn ze er al mee begonnen. En als de wethouder Bouke Dirk Wilms ligt, wordt het landelijk ingevoerd. Zo te horen hebben ze er beslist lol aan, want ik hoorde al een van de peuters luid lachen.